Ik zou natuurlijk zelf zeggen dat er meer jeugd zou moeten komen. Ja, dat er mensen niet aan begonnen zijn, dat is jammer. Maar het is nog steeds wel gewoon genoeg jeugd. Bij bridge zitten de leeftijdscategorieën natuurlijk wat anders. Je zou kunnen zeggen, je bent jeugd als je onder de 18 bent. Maar ja, als de gemiddelde leeftijd voor bridgers in de 70 zit. Daarom lopen de categorieën tot 26. En dan is er nu ook een nieuwe categorie die tot 31 loopt. Goed logisch kunnen redeneren. En conclusies kunnen trekken. En keuzes durven maken. Dat je wel gewoon met genoeg vertrouwen erin gaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is.